With great knowledge comes great responsibility. Topics by Maarten Bové en Kevin Couvreur. Hey, hallo allemaal. Welkom terug voor een nieuwe episode van 52 Topics. Kevin. Ja, een nieuwe dag, een nieuw topic, maar het is een speciale editie. Een heel speciale editie vandaag. We hebben het een keertje over ons. Over ons en het is onze 26e topic die we gaan opnemen. Dus het is feest! Het is feest! Voilà. En hoe kan dat nu dat ik daar nog van verbaasd ben? Altijd. Het is de knal waarschijnlijk, Maarten. Oké. Okay. Ja. Prachtig. We liggen weer vol met confetti. Ja. Zalig. Kijk, ik krijg zelfs kiekenvel. Ik ben toch geschrokken van de knal. Ja, ik ook eigenlijk. En die dingen dat ook op beeld staat. Ja. Dus voor degenen die luisteren, ga zeker eens naar ons YouTube-kanaal. Ik weet niet wat ik het zelf wil zien. Maar, we vergoeden de kosten voor de oorproblemen helaas niet. Ja. Dus we zijn daar niet voor verzekerd. Maar kom, het gaat over onze 26e topic. Terug naar de topic. Ja. 26 topics. We hebben een aantal heel grote, interessante domeinen besproken. Ja, klopt. Eigenlijk komen we bij jou direct naar boven. Ja, ik denk dat we vooral geprobeerd hebben in die eerste 26 topics om een basis te leggen voor een heleboel content, een heleboel topics, om op zijn minst het gesprek te kunnen gaan voeren rond deze topics. Cloud was er één van. Ja, Maarten, jouw stokpaardje. Ja, ik denk dat we waarschijnlijk nog 20 topics over cloud. Het viel mij vooral op dat we nog veel te weinig over cloud hebben gepraat, als ik eerlijk mag zijn. Maar oké, daar kunnen we nog verandering in brengen. We moeten nog altijd de suspense erin houden. We moeten natuurlijk ook wel zorgen dat we de mensen kunnen blijven verrassen met een andere content. Was heel veel zaken rond de moderne werkplek. Ja, moderne werkplek. Natuurlijk, alles wat Team Certified Devices zijn. Hè, daar is ook alweer een heleboel zaken die veranderd zijn en geëvolueerd zijn in de laatste paar maanden. Moet ik weer direct even een sprongetje maken naar een van de, ik denk aflevering 9, waar we eigenlijk over ons rode telefoon praten en dat we dat Team Certified gingen trachten te maken. Dat is nog niet gelukt, Kevin, dus dat is altijd op onze bucketlist. Ja, we hadden toen ook uitgelegd dat dat toch wel een serieuze procedure is om hardware te laten certifiëren voor Teams, Team Certified maken. Misschien is dat ook de reden dat onze hashtag rode telefoon misschien toch niet zo populair is. Dan zou ik jullie toch aanmoedigen, beste kijkers en volgers van 52 Topics, om misschien ook een keer de hashtag te gebruiken. Ja. We hebben zeker nog wat topics te gaan. Jullie mogen daar ook altijd invulling aan geven. En natuurlijk, als die certificering rond is, zouden we misschien met bakken binnenkomen, want iedereen gebruikt Teams, blijkbaar. Absoluut. Ja, een ander topic wat ook regelmatig terugkomt, is alles rond security. Ja. Blijft heel relevant. Hè. Als je gaat gaan kijken naar wat alle vendoren, wat alle partners, wat alle technologiespelers vandaag ook gaan doen, is security blijft een heel hoge prioriteit krijgen. Ze blijven er ook keihard in investeren. Al is dat nu de Microsoft Security verhalen, is dat zelfs ook alle andere partijen. Ja, zeker ook end-to-end encryption, user identity management, endpoint protection. Zero trust. De strategie erachter, wat kan je juist doen? Waarom dat eigenlijk ook cloud, ik moet het toch nog eens terug naar cloud laten gaan. Waarom verrassen? Ook toch wel, een reden is, hè, als je aan security wilt werken, om daarvoor te kiezen. Ja, maar het komt eigenlijk ook terug, zoals je zegt, cloud, dat hybrid working verhaal, dat samenwerken, het zit allemaal wel verweven in elkaar. En security is daar een belangrijke in, als ook de technologische vooruitgang op alle domeinen. Het is inderdaad, het steunt ook allemaal rond identity en het ecosysteem eigenlijk van Microsoft, dat alles maar groter en groter en groter blijft worden. Nu ook met zaken bijvoorbeeld zoals Microsoft Purview, ook een van de topics die we besproken hebben en die toch ook wel heel hot en trending zijn vandaag de dag. Ik denk dat we ook nog wel een aantal heel interessante captains of industry in onze show hebben gehad. We hebben inderdaad, we zijn begonnen met Patrick Steenses van TechData. Dat was een hele leuke, een heel leuk interview, een heel leuk gesprek. Heeft ons redelijk veel inzichten gegeven over ook het verschil tussen mentaliteit en inzichten, visie tussen België en Nederland. Dus dat hij daar ook toch wel zaken heeft kunnen constateren. Een heel boeiende
ja, of een heel boeiend gesprek die we met hem hebben gehad. We hebben ook ja, HP, HPE, Cisco. Hè, ze zijn ook al allemaal de revue gepasseerd. Hè, en hebben allemaal een stukje hun insteek, hun aanpak, hun visie rond ja, technologie en IT gegeven. Ook binnen 52 Topics. Ja, we mogen zeker ook niet Chris de Wiese vergeten. Ook een heel interessante... Ja, springt natuurlijk een stukje uit de band. Natuurlijk, ja, 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 een heel energiek persoon. Ik vermoed ook recordhouder van onze langste episode. Langste. En ik denk ja, dat ze heel close zijn tussen Patrick Steenses en Chris de Bizzer in aantal views. Dus ja, dat kan nog een klein wedstrijdje zijn die we misschien op het einde, of op het einde als we onze 52 Topics hebben bereikt, misschien even een soort scoring moeten gaan geven. Hè. Ja, dat kan een awardshow, om het zo te zeggen. Ja, een awardshow, waarom niet? Dus als er nog captains of industry zijn die ja, ons willen vervoegen in de studio, feel free, hashtag rode telefoon, of stuur ons een mailtje. Stuur ons misschien een video met jullie sollicitatie, dan kunnen we misschien direct ook aan de slag. Hè. Ja, ja, maar toch, de rode telefoon laten we meer gebruiken. En ik denk dat... Maar ze is er voor onze kijkers en luisteraars natuurlijk, hè, de rode telefoon. Ja, ja, absoluut. Wat kunnen we die volgende 26 afleveringen verwachten? Wel, nu pak je me eigenlijk redelijk koud met die vraag, Maarten. Dat moet ik eerlijk zijn. Wat kunnen we doen? Ja, eigenlijk meer in detail gaan over zaken. Hè. We kunnen inderdaad... Er is wel één keer de rode telefoon gebruikt, dat moeten we ook wel zeggen, met de vraag om eens wat rond AI en machine learning, daar wat info te geven van hoe dat zit. Hè. Wat is dat nu juist eigenlijk? En wat betekent dat voor bedrijven? Dus misschien kunnen we daar nog een sessie verder rond verdiepen en verder zaken ontdekken. Er is ook zoveel te doen binnen IT en binnen technologie. Dus zoveel dat beweegt. En natuurlijk, voor ieder bedrijf blijft de uitdaging. Hè? Dus daarin ook wat we bijvoorbeeld in ons eerste topic hebben gezegd, of tweede topic, is misschien al een update toe. Hè? Misschien kunnen we daar ook ons op focussen om daar weer een soort waar staan we vandaag topic rond te gaan doen en die misschien toch eens oprakelen. Dus we hebben zeker veel te vertellen, de uitdagingen zijn er. Maar aan de andere kant, omgekeerd ook naar onze kijkers toe, of onze luisteraars zeker en vast, wat vinden jullie eigenlijk van 52 Topics? Ik vind dat eigenlijk ook wel een belangrijk. Hè. We zijn nu al 26 afleveringen ver. Ja, doen we het goed of doen we het niet goed? Hè. Het is even, we staan er. Hè. Geef eens wat feedback. Mag altijd hè, in comments of op andere manieren. Dus liefst positief, want we zijn heel gevoelig, hè, Maarten. Ons egootje is heel fragiel. Ik wil toch ook nog even ook vernoemen dat de Sidekick Battle eeuwig blijft doorgaan. Dus ook daar... Ja, als jullie feedback hebben of bepaalde punten willen geven, we staan daar voor open, denk ik. Dat is waar. Natuurlijk, Sidekick, wat is een goede Sidekick, Maarten? Uiteindelijk is je doet wel je best, moet ik zeggen. Ik doe zeker mijn best. Ik ben ook zwaar aan het twijfelen of ik die titel aan jou zou willen geven, Maarten. Want dat is toch wel een persoon die echt wel sterk uit de hoek moet komen. Die toch een verschil maakt hè, in het presenteren van bepaalde topics. Dus we zijn er nog niet uit, hè, Maarten. Ja, dat klopt. Jullie mogen altijd gerust jullie meningen geven of advies geven. Dus het gaat niet over knap zijn, het gaat niet over uiterlijk, het gaat echt over inhoud, hè, Maarten. Daar gaat het over. Oké. Super. Een van de topics of dingen, we hadden cloud, hè, we hadden alles wat dat hybrid work was, hè, we hadden onze captains of industry. Security. We hebben het ook over data gehad, hè, ook al een belangrijk. Hè, meer en meer komt deze naar boven. Ja. Hè, wat doen we met onze data? Hoe gaan we daarmee om? Hè, we hebben daar ook al een paar leuke topics rond gedaan, waar dat ik ook wel het gevoel heb dat we daar nog meer mee gaan doen. Absoluut. Hè. Ook alles wat dat operational technology is. Hè. We hebben het altijd over IT, maar wat doen we met de technologie in de productieomgevingen? Hè? De machines die worden aangestuurd, de computers die daar staan. Ja, hoe gaan we die gaan beveiligen? Hoe werken die samen? Hè? Ja. Hoe kunnen we ook de menselijke kant van technologie erbij betrekken? Ja. En dat ook ondersteunen. Niet alleen de adoptie van technologie, maar ook hoe die een stukje het gebruik bevorderen. Ja. Daarin zijn we ook aan het nadenken. Ja. Ook een topic die we nog op onze lijst hebben staan, is al een stukje change management. Hè. Hoe gaan we daarmee om? Ja. Hè? Hoe gaat een bedrijf om met die verandering? Hè? Hoe gaan we bijvoorbeeld een nieuw ERP-systeem uitrollen? Of hoe gaan we nieuwe tools gaan uitrollen? Hoe begeleiden we inderdaad onze medewerkers? Dus ik denk dat er inderdaad nog veel voer is voor discussie. Trouwens, nog eentje in het begin, Metaverse, hè, al die zaken, alles wat dat XR, AR is. Hè, daar hadden we, weten nog, onze sessie met Maarten, toen het toch voor jou vrij moeilijk was om te kunnen onthouden wat dat zijn functie en rol was binnen het bedrijf. Dat vond ik heel grappig. Dat is alleen beschikbaar in onofficiële boeken. Ja, voilà, dus is nooit live gegaan. Het was stamhoofd, hè, wat dan ook, Indiaan, wat dan ook. Dus
heel fijn. Dus we hebben al heel goed gelachen. Onze collega's achter de schermen, hoe noem je dat, pranken ons ook wel graag eens. Ja. En beginnen al op te nemen zonder dat wij het weten, wat natuurlijk zorgt voor heel grappige content. Misschien moeten we ooit eens de blooper reel live zetten. Misschien moeten we dat eens doen. Dus heel veel om op terug te kijken. Heel veel waar we verder kunnen op gaan bouwen. Wij blijven ons inzetten, hè, Maarten, binnen de missie van 52 Topics. Absoluut. Dus wat zouden we zeggen? Hier afronden, Maarten. Denk en dan op naar de volgende 52 Topics. Bedankt allemaal. En bedankt voor het kijken. Dag.